Van harte welkom bij de digitale open dag van het Markland College Oudenbosch. Wij zijn ontzettend blij dat we jullie digitaal mogen verwelkomen, komen, ondanks de lockdown waar we in zitten, zodat jullie toch digitaal een kijkje kunnen nemen in onze school. Ik ben Jorien Verbaten, ik ben jullie host van vandaag en samen met mijn co-presentator Jesse verzorgen wij het plenaire gedeelte. Jesse, kun jij eens vertellen wat ze het komende uur kunnen verwachten? Ja, nou ook namens mij nog welkom. Ik ga jullie even uitleggen hoe de rest van de ochtend eruit komt te zien. We gaan jullie eerst een stukje over wat algemene dingetjes uitleggen. Daarna kunnen jullie kiezen uit een breakout. En daar leg ik zo meteen wat meer over uit. Dan hebben we weer een algemeen of een plenair stukje. En daarna hebben we weer een breakout. En daarna weer een plenair stukje. En dan is het voorbij. Ja, nog belangrijk om te vermelden is wanneer je vragen hebt tijdens het plenaire gedeelte of dadelijk tijdens de breakouts, dat je die kunt stellen via de chat. Er zitten medewerkers achter de computer die jullie vragen kunnen beantwoorden. We beginnen bij jullie, Jela en Björn. Jullie zijn al bekende gezichten van de scholenmarkt. Hè? Dus voor degenen die dat ook hebben gezien, die herkennen jullie waarschijnlijk. En ook vanuit PR-campagnes hè, die jullie voeren. Jullie zijn allebei brugklasleerlingen op het Marktland. Ja. Ik denk dat we gelijk bij iets praktisch gaan beginnen. Het vervoer. Ja. Hoe kom je naar het Marktland en hoe kom je weer thuis? Er zijn verschillende manieren. Bijvoorbeeld de fiets, de trein en de bus. En met de fiets kom je onderweg veilige honken tegen. Die zijn onlangs nog vernieuwd. Okay. Dus zijn nog veiliger geworden dan dat ze eerst waren. En die veilige honken zijn kleine bordjes met felle kleuren in de berm, bij een huis. En als je bijvoorbeeld dan iets van een lekke band hebt, kun je daar altijd heen. En dan als je daar aanbelt, kunnen die mensen je helpen. Okay. En ook hebben wij hier een treinstation en een busstation. 5 minuten vandaan, dus... Het is supergoed bereikbaar. Ja. En nog veilig ook. Ja, heel veilig. Nou, fijn om te horen. Ja. Hey, en Björn, het is, er zitten best wel wat leerlingen hier op school, hè, rond de 1300. Maar voor mij voelt het niet zo. Kun je uitleggen hoe dat komt? Ja, we hebben 3 leshuizen hier op Markland. Een leshuis BGL, of eigenlijk voor mensen die op basiskader zitten. Ja. Leshuis MAVO en een leshuis HAVO-VWO. En dat is eigenlijk een soort van 3 aparte gebouwen. En er zijn wel soort bruggen waar je dan wel er langs naartoe kan. En ieder leshuis heeft zijn eigen conciërge, eigen faciliteiten van wc's, aula, kluisjes. Oké, dus het zijn eigenlijk 3 kleine scholen in 1 grote school. Zo moet ik het zien, hè? Oké, nou dat klinkt goed. Nou, dan gaan wij nu luisteren naar een stukje muziek van onze band, waar wij heel trots op zijn. De schoolband MC, The Soul Train. We hebben 2 nieuwe gasten. Anneloes Lippens, we gaan bij jou beginnen. Jij bent teamleider op de afdeling of het leshuis basiskader. Klopt. Jij kan ons vast iets vertellen over alle niveaus die aangeboden worden op Markland. Dat klopt. Wij hebben veel niveaus op het Markland. We hebben van VWO, gymnasium tot aan de basisopleiding. Dat is eigenlijk verdeeld in 6 brugklassen straks ook. We hebben een enkelvoudige VWO met gymnasiumbrugklas, HAVO-VWO, MAVO-HAVO, KADER-MAVO en basiskader. En vanaf volgend jaar hebben we ook specifiek een basisklas. Kijk, en wat voor voordeel kan dat hebben voor leerlingen die bijvoorbeeld een basisadvies krijgen? Daar wordt sterk de nadruk gelegd op de individuele begeleiding van het kind, waardoor er dus eigenlijk nog meer aandacht is voor de leerling individueel. Oké. Okay. En je hebt een plaatsingswijzer. Hè? Stel, er komt een advies, een kader MAVO. Dan is het logisch dat een leerling in zo'n dakpanklas komt. Maar stel dat een leerling een zuiver kaderadvies krijgt. Hoe werkt dat? Als een leerling een zuiver kaderadvies krijgt, ja, dan heb je de keuzes of een basiskaderklas of een kader MAVO-klas. Mm-hmm. Dan gaan wij af op het advies van de basisschool. Want die hebben tenslotte de leerling 8 jaar kunnen volgen. Die hebben daar een goed beeld bij. En zij zullen dan samen met ons gaan kijken in welke klas die leerling het beste geplaatst kan gaan worden. Oké. Okay. Ja. En we hebben hier ook te maken met een
tweejarige brugperiode. Hoe werkt dat? Dat klopt. De tweejarige brugperiode is eigenlijk een uitgestelde keuze. Hè? Dus leerlingen moeten niet na één jaar al beslissen naar welk niveau dat ze gaan. Maar in overleg met ons kunnen ze 2 jaar lang natuurlijk de keuze gaan maken. En ja, krijgen ze dus meer kans op ontwikkelen. Dus die wordt eigenlijk uitgesteld, die kant, zeg maar, naar de keuze toe. Okay. Ja. En hoe zit het met de cijfers dan? Hoe werkt dat? Ja, als je dus inderdaad bijvoorbeeld in de MAVO-HAVO-brugklas zit, dan krijg je dus inderdaad toetsen. En die toetsen zijn dan ook op 2 niveaus. Dat zit daar dan in verweven. En dan krijgt de leerling zowel een MAVO-cijfer als een HAVO-cijfer. Waardoor die zelf kan zien van, hey, welk niveau sluit nu eigenlijk het beste op mij aan? Oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt heel goed. En nou vroeg ik me nog even af, hè, want ik benoemde het net al eventjes naar de kijkers ook. Van, we zitten nu natuurlijk in een lockdown, een tweede. Ik kan me voorstellen dat ook op, hè, je krijgt toch op een andere manier les, digitaal, er is wat minder begeleiding. Ook basisschoolleerlingen hebben daar last van, zeker in de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Hoe speelt het Marktland College Oudenbosch daarop in? Ja, wij zijn op dit moment volop in ontwikkeling om te gaan kijken om vanaf de komende 2 leerjaren, dus eigenlijk de brugklas en het leerjaar daarna, dus leerjaar 1 en 2, om de kinderen extra ondersteuning te kunnen gaan bieden, zowel op taalonderwijs als rekenonderwijs. En dat in samenwerking met het Junior College Haldenbergen, om te zorgen dat de kinderen dus eigenlijk bijgetrokken kunnen worden, of zeker op die gebieden waar nu over geroepen wordt, dat ze daar in ieder geval wat achterstand op hebben gelopen. Oké, okay. Dankjewel voor jouw informatie. Alsjeblieft. Music is a world within itself, with the language we all understand. Door naar Arjan van der Ster. Arjan is docent hier op het Marktland College Oudenbosch. Arjan, de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is vrij groot. Dat hebben wij wel vaker gemerkt. Ik kan me voorstellen dat leerlingen en ook ouders het prettig vinden dat ze weten dat er extra begeleiding mogelijk is. Ja. Hoe werkt dat? Nou, alle leerlingen die hebben een eigen mentor. De vroegere klassenleraar, zeg maar. Die heeft naast de lessen die hij geeft ook extra tijd ingeroosterd gekregen voor gesprekken. Individueel ook, maar ook met de hele groep. En die heeft ook het directe contact met de ouders. Okay. Als daar dingen spelen, is die heel erg makkelijk aanspreekbaar. Zodat de leerling zich wel gehoord voelt en de ouders in ieder geval ook. Ja. Verder kan het ook voorkomen dat er natuurlijk wat specialistische hulp nodig is. Maar daar hebben we ook een team van voor. Bijvoorbeeld op gebied van gedrag hebben we specialisten rondlopen. Maar ook op leerachterstanden. Okay. Mentoren die gaan ook bij elkaar, die geven ook, elkaars klassen ook les. Dat zijn de kernteams. Okay. Elke week wordt ook de klas besproken in het kernteam. Zodat opvallende zaken niet achterblijven, mocht het in andere klassen anders lopen. Ja. En de rol van de ouders hierin, worden die gelijk betrokken? Hoe zijn we? Ja, want je benoemde inderdaad, de mentor is het eerste aanspreekpunt. Ja, we proberen heel laagdrempelig te zijn. Dus ouders mogen, die kunnen contact opnemen. Andersom zullen we dat ook snel doen. Okay. En willen in ieder geval dat de kinderen zich echt thuis voelen. Ja. En niet als een nummer behandeld willen. Nee. Ja. Dus, oké, okay, duidelijk. Ja. Dankjewel. Jesse, wij zijn toe aan de breakouts. Kun je uitleggen hoe het werkt? Nou, zometeen als het plenaire gedeelte klaar is, dan gaan we naar de breakouts. En bij de breakouts kunnen jullie kiezen uit gymnasium en VWO, uit HAVO XXL, MAVO XXL en VMBO XXL. En VMBO is bij ons basiskader. Dus dat zijn de breakouts waar jullie dadelijk uit kunnen kiezen. Ja, tot zo. Tot zo. Doei. Music is a world within itself, with a language we all understand.
terug bij het tweede plenaire gedeelte van deze dag. Er zijn twee docenten aangeschoven bij ons op de bank, waarvan de eerste Melissa Gerritsen. Melissa is docent natuur en scheikunde en ONO, onderzoek en ontwerpen. En jij gaat ons iets vertellen over wat de brugklasleerlingen kunnen verwachten bij ons. Ja, zeker. Ja, de brugklasleerlingen komen natuurlijk van het basisonderwijs af. En dat ziet er gewoon heel anders uit dan hoe het hier op school gaat. Daar heb je vaste tijden en dat is eigenlijk heel het jaar hetzelfde. En hier hebben we een lesrooster. En dat lesrooster loopt van 8:30 tot 16:45. Mm-hmm. En het is niet zo dat elke dag tot 16:45 duurt of om 8:30 begint. Maar dat rooster wordt eigenlijk in een week gedeeld. En dat kan veranderen in elke periode. Dus het blijft ongeveer 10 weken hetzelfde. Oké. Ja. En dat lesrooster, dat blijft hetzelfde dan. Maar waar kunnen ze dat zien? Want het wordt natuurlijk niet meer op papieren uitgereikt. Nee, dat is natuurlijk een beetje ouderwets. We hebben een Zermelo-app. Dat is dus een app waar de leerlingen hun lesroosters kunnen zien. En dat rooster is ook echt up-to-date. Dus als er wijzigingen in het rooster zouden zijn, dan staan die ook op de Zermelo-app. En daar staat gewoon eigenlijk het hele rooster weergegeven. Oké, dus daar kunnen ze altijd 24/7 bij. En ze zien dan continu die veranderingen. Ja. Als die er zijn dan. Hè? Ja, want precies. Het is natuurlijk ook meer. Ja. En qua pauzes, want die staan dan ook op het lesrooster? Ja, klopt. Een les bij ons duurt 45 minuten. Dus na 45 minuten gaan de leerlingen naar een nieuwe docent toe. En na de eerste twee lesuren dan is er een kleine pauze. Die duurt een kwartiertje. Mm-hmm. Daarna volgen er weer wat lessen. En dan is de grote pauze. En die duurt bij ons ook 3 kwartier. Dus dat is erg fijn. Dan heb je echt even goed de tijd om even rust te pakken en gezellig met je klasgenoten te zijn. Ja. En we hebben 2 soorten pauzes. 2 grote pauzes. En die worden ook een beetje ingedeeld op de bovenbouw en onderbouw. Zodat de leerlingen bij dezelfde leeftijdscategorie eigenlijk zitten. Daar wordt rekening mee gehouden. Oké, en die pauzes zijn dan ook gewoon op je eigen leshuis? Ja, dus elke leerling gaat gewoon in zijn eigen aula. Ja, daar hou je pauze of je kan naar buiten gaan. Maar in principe blijf je in je eigen leshuis. Oké. En je had het net over de Zermelo-app. Je hebt ook een SomToday-app. Wat kunnen leerlingen daarvan verwachten? Nou, het verschil is dat de Zermelo-app is echt puur alleen voor het lesrooster. Mm-hmm. En de SomToday-app is eigenlijk voor alles daarbuiten. Dus het huiswerk staat daarop. De cijfers worden daarin gezet. Als er een toets is, kan je dat zien. En daar kan je ook contact opnemen met een docent. Dus daar kan je een docent een berichtje sturen of de docent kan jou een berichtje sturen. Dus SomToday is eigenlijk voor alles naast het lesrooster. Oké, dus als ze het rapport krijgen aan het einde van de periode, is dat gewoon niet heel erg spannend? Nee, dat is niet meer heel erg nieuw. Want de ouders die hebben zelf ook een app van SomToday. Okay. Dus we hebben een leerling SomToday en ouder SomToday. En de ouder kan eigenlijk dus alles ongeveer wel zien wat de leerling hier aan het doen is. Oké. Okay. Ja. En hoe ervaar jij dat, Jesse? Nou, ik gebruik ook gewoon sommen voor mijn huiswerk en zo. En mijn ouders kunnen dan ook mijn huiswerk zien en mijn punten. Maar dat doen ze eigenlijk niet, want ik vertel gewoon meestal mijn punten en wat mijn huiswerk is. Ik maak het gewoon. En je kunt je huiswerk goed bijhouden? Ja. Okay. Dus het wordt niet vaak te veel. Oké, top. En wij werken hier natuurlijk met tablets binnen het Markland. Hoe werkt dat? Ja, nu in deze tijd is het natuurlijk super fijn, die tablets. Maar we hebben naast de tablets ook boeken. Mm-hmm. En daar kiezen we speciaal voor om eigenlijk ook te zorgen dat elke leerling niet per se gebonden is aan zo'n tablet, maar ook aan de slag kan met een boek. Okay. En eigenlijk verschilt dat een beetje per docent. Een docent bepaalt zelf of we met een boek gaan werken of met een tablet. Okay. En zo kan eigenlijk elke leerling uiteindelijk toch een route kiezen die hij het fijnste vindt. Ja. En is het dan wel duidelijk voor de leerling wanneer ze met een tablet of met beide moeten werken of alleen met boeken? Ja, daar worden gewoon aan het begin van het jaar maakt een docent er afspraken over. En dat blijft, als het goed is, eigenlijk het hele jaar hetzelfde. Dus die afspraken zijn heel duidelijk. En je kan op je tablet ook vaak je huiswerk maken. Dus al die boeken hoeven niet meer elke keer mee terug naar huis. Die kunnen bijvoorbeeld ook in je kluisje blijven liggen. Oké, dus minder mee te nemen, ja, denk minder ik dan. Geschouw, ja, precies. En nog even een leuk feitje. Jij bent oud-leerling ook van het Markland College, toch? Ja, klopt. Ja, het is wel grappig om hier nu als docent rond te lopen en als leerling ook te hebben rondgelopen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het ook als docent gewoon een super fijne school is. Ja. De sfeer heel fijn is en de leerlingen zijn fijn. En als ik het als leerling niet leuk had gevonden, was ik natuurlijk ook niet teruggekomen. Dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Dankjewel voor jouw informatie. Graag gedaan. Music is a world within itself. With the language we are under.
mij is aangeschoven Laura Verharen. Laura is docent wiskunde hier op het Markland College in Oudenbosch. We hebben het net met Melissa al even gehad over het lesrooster. Een belangrijk onderdeel van dat lesrooster is keuzetijd. Ja, kun je daar iets over vertellen? Yes, Markland College heeft iets wat wij noemen het keuzetijd. En dat zijn 2 uurtjes in de week waarbij wij de focus leggen op talentontwikkeling. Voor de eerste en tweede leerjaar van alle niveaus, 3e, 4e, 5e, 6e van het HAVO en VWO, kunnen ze dus eigenlijk een module kiezen. Waarbij ze dan 2 uur deze module volgen voor 10 weken. Dus elke 10 weken kiezen ze weer iets nieuws. Okay. En ze kunnen kiezen voor iets onderwijsverrijkends, zoals Spaans, robotica, maar ook praktijkvakken, sportland, filosofie, de keuze is breed. Maar je kunt ook kiezen voor onderwijsondersteuning, waarbij ze dan wat extra ondersteuning krijgen met Engels, Nederlands, maar ook studiewerktijd. En dan volgen ze dat voor 10 weken. Okay. En stel dat zo'n mentor denkt van nou, hè, je kan misschien beter iets in die ondersteuning gaan doen in plaats van iets wat je echt leuk vindt. Heeft hij daar dan invloed op of blijft het de keuze van de leerling? Ja, een mentor kan wel altijd een beetje advies geven, maar uiteindelijk blijft het de keuze van de leerling zelf. Okay. En stel dat een leerling denkt van nou, die eerste periode heb ik Spaans gevolgd, vind ik super interessant. Ik wil dat eigenlijk doorzetten in die tweede periode. Kan dat? Zeker. Ze zijn vrij, zoals ik net al zei, ze zijn zelf vrij om te kiezen wat ze willen. Dus als ze inderdaad ook dezelfde module willen kiezen in een volgende periode, dan kunnen ze dat natuurlijk, als er wel plek is natuurlijk. Ja. En Sportland, ik hoorde in de wandelgangen dat het enorm populair is. Ja. Wat houdt dat in? Sportland is gigantisch populair. Daarbij beoefenen ze van bekende tot nieuwe sporten. Dat is echt heel veel bewegen. Maar met Sportland doen ze ook buitenschoolse activiteiten zoals trampolinepark, skiën. En dat is heel erg in trek bij de meeste mensen. Ja. En het is ook een hele goede voorbereiding voor als je later in de bovenbouw BSM wilt gaan doen. Ja. Beweging, sport en maatschappij. Okay. En dan kan ik me voorstellen dat heel veel leerlingen zich daarvoor inschrijven. Betekent dat dan ook dat die leerlingen daar gelijk ook allemaal in zo'n periode geplaatst kunnen worden? Ja, die kans zit er niet altijd in, omdat er natuurlijk een maximale capaciteit zit. Dus de kinderen worden gevraagd om dan een soort van top 3 aan te geven, meerdere keuzes. Als de eerste keuze dus vol zit, dan kan het voorkomen dat ze in de tweede of de derde keuze worden ingedeeld. Zodat ze toch nog wel iets hebben waarvoor ze gekozen hebben, maar niet altijd de eerste. En dan kunnen ze het eventueel de volgende periode wel weer opnieuw proberen. Okay, duidelijk. En jij geeft zelf ook een heel leuk en interessant vak tijdens keuzetijd. Ja, ik geef zelf aan alle tweedejaars hier op school keuzetijd Japans. Waarbij ik ze leer Japans praten, lezen, schrijven, een stukje cultuur. Dat doe ik hier op school. Ik kan me ook voorstellen dat ze dan daar wel iets van huiswerk voor krijgen. Hè? Want het is toch een taal? Klopt dat? Ja, ik geef bijvoorbeeld wel af en toe een beetje huiswerk. Omdat ik vind dat ze toch wel buiten die 2 lesuren per week om een klein beetje ermee moeten oefenen. Ja. Maar niet elke docent geeft huiswerk. Daarin zijn de docenten ook een beetje vrij in om dat te bepalen of ze dat doen met huiswerk. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat eraan ligt wat je kiest natuurlijk. Hè? Inderdaad. Ja. Oké, dankjewel. Jesse, wat heb jij gekozen qua keuzetijd? Ik heb koken en bakken gekozen. En dat houdt in dat ik elke dinsdagochtend mag gaan koken en bakken bij basiskader. Leuk. Ja. Oké. Dan zijn wij toegekomen alweer aan de volgende breakout. Kun je kort uitleggen wat de keuzes zijn? Ja, de volgende keuzes zijn keuzetijd, 2-jarige brugklas, tablets en digitaal onderwijs, Technasium en TMC. En Technasium is O&O en TMC staat voor taal, maatschappij en cultuur. Meer en hoogbegaafdheid. Klas, een ondersteuning, praktijk en techniek. Praktijk, HBR en ZW. HBR staat voor horeca, bakkerij en recreatie. En ZW staat voor zorg en welzijn. De rol van de mentor en versterk taalonderwijs. En dan kunnen jullie zo meteen kiezen. Dus doei doei. Tot zo.
bij het laatste gedeelte van deze ochtend. We hebben weer drie andere gasten op de bank zitten. En Björn en Jela zijn natuurlijk al eerder in beeld geweest. En we hebben Sylvia Bastiaanse zitten. En Sylvia is docent Nederlands hier op het Markland College in Oudenbosch. Je werkt hier al heel lang, Sylvia. Ja. Dat is niet voor niets. Nee, al meer dan 25 jaar. En dat heeft te maken met het feit dat heel veel lieve en welwillende leerlingen voor onze school kiezen. Mm-hmm. En ook heeft het te maken met mijn fantastische collega's die heel hard werken, heel betrokken zijn. En daardoor is er een hele fijne sfeer hier op het Markland. En dan is er ook geen reden om weg te gaan, nee, natuurlijk. Nee, ja. Nee, dus wel iets waar je inderdaad heel erg trots op kunt zijn. Hè? Zijn er nog andere dingen? Want er zijn een heleboel dingen, denk ik, op het Markland waar wij trots op mogen zijn. Kun jij wat dingen noemen? Ja, ik denk door die fijne sfeer ook haal je het beste uit elkaar. En onze examenresultaten zijn echt heel goed. Hoog slagingspercentage op alle niveaus. Dus als leerlingen hier binnenkomen, dan is de kans heel groot dat ze hier ook met een diploma weggaan. In 2019 hadden we de beste HAVO van Brabant. En we zijn ook heel trots op deze trofee. We hebben ook de beste mediatheek van Nederland. En ja, heel veel scholen wordt de mediatheek helaas wegbezuinigd. Maar onze leerlingen kunnen nog altijd boeken halen, informatie daar vinden. Ze worden daar geholpen. Ze nodigen schrijvers voor ons uit die op bezoek komen. En als leerlingen die ontmoeten, ja, dan worden ze ook enthousiaster voor lezen. En lezen is natuurlijk belangrijk. Ja. Ook in de bovenbouw. Grote namen zijn die de laatste jaar op school geweest. Arthur Japin is geweest. Peter Buwalda is geweest. Herman Koch. Wagenmakers, Bert Wagendorp. Allerlei. En ook voor de onderbouw nodigen we schrijvers uit. En als leerlingen dan in gesprek gaan met zo'n schrijver en ze mogen ze ook interviewen, dan hebben ze toch een beetje beeld bij ook hoe knap het is om zo'n boek te schrijven en wat daar dan in gebeurt. Ja. Ja. Dus dat zijn ook dingen, zeg maar, die buiten het gewone lesrooster om gebeuren. Ja. Zijn er nog andere zaken die hier op school worden gedaan? Nu met corona natuurlijk iets minder, maar normaal gesproken. Ja, aan het eind van elke periode hebben we ook een soort van flexkantelweek. En in die week worden excursies georganiseerd. En helemaal aan het eind van de rit, daar kunnen jullie al op verheugen. In het voorexamenjaar gaan leerlingen ook op meerdaagse reizen. Dan kunnen ze kiezen uit, heb je Latijn-Grieks in je pakket, kun je naar Rome. We zijn ook naar Barcelona met leerlingen geweest. Okay. Ik ben zelf een paar keer mee naar Schotland geweest. En als je van de natuur houdt en Engels. En als je sportief bent, kun je mee op snowcamp. Ga je skiën, snowboarden of op alpenkamp. Dus dat is heel bijzonder aan het eind van de rit. Leuk. Ja. En ik heb ook iets gehoord over voorleeswedstrijden die gehouden worden. Ja, dat doen we in de brugklas. Is in de klas zelf leerlingen tegen elkaar. En dan heb je een klassenwinnaar. En dan gaan de klassen tegen elkaar in onze Utopiazaal. En dan ook regionaal. En dan afgelopen jaar heeft een van onze leerlingen in de regio uit kader MAVO heeft gewonnen. Oh, leuk. Ja, leuk. Heel leuk. En je hebt natuurlijk een paar foto's meegenomen. Heb je ook niet voor niets gedaan? Deze hangt in mijn lokaal wissellijst. Elk paar jaar komen er nieuwe foto's in. Mm-hmm. Dit zijn leerlingen van afgelopen jaar en het jaar daarvoor. En uit enquêtes krijgen we terug dat leerlingen de sfeer op school heel positief vinden. En dat merken we ook aan de manier waarop ze afscheid nemen. Dat is altijd met een stunt. De laatste lesdag, dan verbouwen ze heel de school. En dan kiezen ze altijd voor een thema. En dat is echt wel een feest. En dan docenten worden daar ook bij betrokken. Ook wel moeten allerlei opdrachten doen waar jullie altijd heel blij mee bent. Maar het gebeurt wel op een hele positieve manier. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog een gala helemaal aan het einde van het schooljaar. Ja, en leerlingen gaan ook op een fijne manier hier weg. Ja. Ja, nou fijn. En je hoort overal eigenlijk wel weer die veilige en die fijne sferen terugkomen. Ja. Goed. Ja. Jela, want nog heel even terug te komen, die excursies. Ja. Er was dit schooljaar wel één excursie volgens mij, hè? In ieder geval die jij hebt gedaan. Ja, alleen het Arboretum. En kun je vertellen wat dat is? Ja, het Arboretum is een park hier zo. En dat park heeft heel veel bomen en bladeren. En heeft ook een hele oude boom.
En ja, die moet je dan gaan meten. Of dan mag je gewoon los in het park rondlopen. En dan mag je gewoon eigenlijk alles gewoon doen. Dus dan mag je gewoon blaadjes zoeken met een boekje erbij natuurlijk. En dan moet je dingetjes opschrijven en bomen vinden. Een soort van speurtochtje. Ja, nou dus. Leuk dat het toch nog, hè, gezien deze tijd, mogelijk was dan. Hè? Ja. Dus daar wordt altijd wel naar gezocht. Björn, kun jij eens kort vertellen, waarom heb jij voor het Marktland gekozen? Nou, ik heb voor het Marktland gekozen omdat ik de 2-jarige brugklas vond ik wel fijn. En nu nog steeds. En de keuzetijd, want dat is ook niet op alle scholen. Nee. En heb je spijt? Zeker niet. Nee? En Jela, waarom heb jij gekozen voor het Marktland? Ik was hier zelf bij de open dag. En ja, toen ik hier binnen stapte, voelde ik eigenlijk al gelijk thuis. En ja, het is zo klein lijkt het eigenlijk, omdat er zoveel verschillende leshuizen zijn. Dus dan is het zo klein en dan voel je je veel sneller thuis, zeg maar. Ja. Dus. Goed om te horen. Bedankt voor jullie verhalen. Alsjeblieft. Dan gaan wij afscheid nemen van de kijkers thuis. Wij willen er nog op wijzen dat alle informatie, alle filmpjes zijn terug te vinden op de website. Op het moment dat u specifieke vragen heeft die niet in de chat gesteld konden worden, dan kunt u een formulier invullen en dan zal er contact met u opgenomen worden. Ik ga Jesse het laatste woord geven. Nou, bedankt voor het kijken. Ik vind het leuk dat jullie hebben gekeken. En ik hoop dat ik jullie over een paar jaar hier ook op school zie rondlopen. Dat zou ik leuk vinden. En dan, doei! Doei! Darling, I still catch a grenade for ya.